Ja, we hadden het net al over de VVD en Van Haga. Hij is in gesprek met de VVD's fractie, omdat hij opnieuw in opspraak is gekomen. We gaan even naar Xander van der Wulp in Den Haag. Xander, jij praat met de fractievoorzitter. Ja, Klaas Dijkhoff, die staat hier en die gaat nu vertellen wat de fractie heeft. De VVD-fractie heeft besloten dat Wiebren van Haga geen lid meer kan zijn van onze fractie. Dat heeft te maken met met die zaken en dat we hadden afgesproken dat niet te doen. Dat is ook voor mij nog even een vraag. Ik snap dat hij, het is voor hem ook een heftige dag, zich even wil beraden. Ja, dan zouden we een zetel minder hebben. Ik was niet van plan om verkiezingen te verzoeken uit te schrijven. Jammer.